Het is nog steeds onrustig in de Goffert. Na de teleurstellende 3-0 nederlaag van NEC uit tegen FC Twente stonden boze supporters de spelersbus op te wachten. Dinsdagmorgen was er een overleg tussen algemeen directeur Bart van Inge met de trainer en enkele spelers. Tijdens dat overleg stond het vertrouwen in trainer Peter Hubala op de agenda. Hubala ligt onder vuur nu degradatie steeds meer in zicht komt. Volgens insiders zijn de investeerders verdeeld over de komst van Hubala bij de club. Ook een sterke man naast de Duitser is nog steeds gewenst. Hubala werkte na het overleg een uur later dan aangekondigd zelf de training af. Voorlopig is zijn positie dus nog veilig.